Hebreeën hoofdstuk 2, vers 16 tot en met vers 18. We zijn begin december afgelopen jaar begonnen met een korte overdenking van de eerste twee hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Wie deze brief precies geschreven heeft, dat weet alleen de Heere God. Wie de schrijver is, is ook niet zo heel belangrijk. Het gaat erom wie de auteur is. En dat is de Heere God zelf. Wij lezen met elkaar Hebreeën 2, vers 16 tot 18. En daarmee besluiten wij onze studie van dit gedeelte, van de Hebreeënbrief. En dan hoop ik, zo de Heere wil, volgende week met u onze serie over de Efezebrief te vervolgen. En dan gaat het over de rol van de man in het huwelijk. En daar willen we twee keer met elkaar over nadenken. Wat is de rol, wat is de taak en verantwoordelijkheid van de man in het huwelijk, naar aanleiding van Efeze hoofdstuk 5. Maar nu dan Hebreeën hoofdstuk 2 vers 16. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de schrijver aan de Hebreeën is zijn brief begonnen met de verklaring dat de Heer Jezus Christus Gods laatste en definitieve woord is aan de mens. In hem, de Heer, heeft de Heere God zich volmaakt uitgesproken en volmaakt laten kennen. En in deze eerste openingsverzen wordt Christus ons voor ogen geschilderd als God. Hij is de erfgenaam, de schepper en de onderhouder van alle dingen. Hij is God. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen. Hij is God. Hij is de reiniger van onze zonden. En hij is de verhoogde Zoon van God. En daarmee God. Hij is God. Hij is de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, zijn naam is voor eeuwig geprezen. Vervolgens corrigeert de Hebreeën schrijver de dwaalleer dat Christus niet meer zou zijn dan een geschapen hoge engel. En dat doet hij door aan te tonen dat Christus in alles verheven is, superieur is aan de engelen. Nu had de schrijver aan de Hebreeën zich ten doel gesteld om in zijn brief aan te tonen de absolute verhevenheid van Christus in alle opzichten boven alles en iedereen. En hij begint met de verhevenheid, de absolute hoogheid van Christus boven de engelen. En hij schrijft dan dat Christus een hogere naam heeft. Hij ontvangt grotere eer. Hij heeft groter gezag, grotere macht en een hogere staat. Hij is zoveel meer dan alle engelen samen. Hij is de eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God. Nu, op basis van deze gegevens doet de Hebreeën schrijver een indringende oproep om ernst te maken met de evangelie, met de gehoorzaamheid aan het woord van Gods genade. Hij zegt daarom, hoofdstuk 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. In het normale christelijke leven is de gehoorzaamheid aan Gods woord van het grootste belang. Het gaat erom je levensschip vast te leggen aan de kade van Gods woord, om te voorkomen dat je wegdrijft en geestelijk schipbreuk leidt. Nu, na de bewijsvoering van de godheid van de Heer Jezus Christus en de oproep om ernst te maken met de naleving van het woord, lezen wij over de goddelijke noodzaak van de menswording van Christus. En dat is een goddelijk moeten geweest.
Hij is net als wij voor korte tijd beneden de engelen gesteld, hoofdstuk 2, vers 9. Hij is wat zijn mens zijn betreft net als wij uiteen, uit Adam, hoofdstuk 2, vers 11. Zijn menselijk geslachtsregister gaat ook in Lucas 3 terug op Adam. Hij is net als wij een mens van vlees en bloed geworden. Met uitzondering van de zonde, hoofdstuk 2, vers 14. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, hoofdstuk 2, vers 17. Nu vraag je misschien, waarom was het nodig dat de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid een mens van vlees en bloed werd, met een menselijke natuur, met uitzondering van de zonde? Waarom was dat nodig? Nou, een van de kinderen heeft zojuist al het antwoord gegeven, maar er zijn meerdere antwoorden. En wij hebben in tijd geleerd dat hij zijn menswording noodzakelijk was om de mensheid, de kinderen van God, tot hun scheppingsdoel te brengen. Namelijk om in de komende wereld met hem als koningen te regeren. Hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Het was nodig om de leidsman van hun zaligheid te kunnen zijn. Om de kinderen, die vele kinderen Gods, in de heerlijkheid van God te kunnen brengen. Hoofdstuk 2, vers 10. Zijn menswording was een noodzakelijkheid om hem die de macht over de dood had, de duivel, te onttronen. Hoofdstuk 2, vers 14. En, onlosmakelijk daaraan verbonden, de menswording was nodig om al Gods kinderen te verlossen van de angst, de tirannie van de dood. Hoofdstuk 2, vers 15. Daarom dat God de Zoon mens geworden is. Hij is 100% God. Hij is 100% mens. Hij is iets geworden wat hij voordien niet was. Mens. En dat is hij nog steeds. Er is sinds zijn menswording een mens, God mens, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Niet dat wij dat allemaal begrijpen, integendeel, verre van dat. Het is verborgenheid, het is een mysterie. Je moet het ook niet willen begrijpen of doorgronden. Nee, wij buigen voor deze zelfopenbaring van de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, onze Heer Jezus Christus. Nu, in de Bijbeltekst die wij zojuist gelezen hebben, wordt nog één uitermate belangrijke reden genoemd voor de menswording van de Heer Jezus Christus. Hij moest mens worden. Waarom? Nu zegt de Hebreeën schrijver, om onze hoge priester te kunnen zijn. Daar ga ik zo op in. Waarom dat een noodzakelijkheid was. Hij moest mens worden om onze hoge priester te kunnen zijn. Ten overvloede, onze tekst is een onderdeel van het betoog dat de Heer Jezus in alles superieur is aan de engelen. Hoog verheven boven de engelen. Engelen komen in dit betoog, hoofdstuk 1 en 2, 10 keer voor. Die vergelijking tussen de zoon en de engelen, 10 keer. Dit is de laatste keer in onze tekst. De laatste keer dat er gesproken wordt over die vergelijking tussen de zoon en de engelen. Nou, lees maar mee, vers 16. We gaan met elkaar deze teksten systematisch door. We lezen wat er staat. Want werkelijk, werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Want werkelijk, het hier gebruikte Griekse woord komt alleen hier in het Nieuwe Testament voor. Het is een uniek gebruik van dit woord. En dat betekent toch, of immers, zeker, natuurlijk, waarmee de Hebreeën schrijver zijn lezers, de gelovige, Joodse, geadresseerde, uitnodigt om met hem in te stemmen. Met hem in te stemmen dat de Heer Jezus het niet voor de engelen opneemt, dat hij niet voor engelen gestorven is, maar voor het nageslacht van Abraham. Daar zouden de geadresseerden van harte mee moeten instemmen. Want werkelijk. Weet je, vanaf de vroege kerkgeschiedenis tot de reformatie is deze tekst uitgelegd als een bewijstekst voor de menswording van de Heer Jezus.
Met andere woorden, hij heeft niet de natuur van engelen aangenomen. Nee, hij heeft de natuur van het zaad van Abraham, de menselijke natuur, aangenomen. Een uitleg die naadloos aansluit bij het betoog dat de Heer Jezus met uitzondering van de zonde in alles aan de mens gelijk geworden is. Nu, een andere uitleg van na de reformatie zegt dat het in deze tekst niet om gaat dat hij mens geworden is, maar dat hij geen engelen aanneemt, maar mensen. En ook dat is juist. De Heer Jezus is niet gekomen om zich als een volmaakt offerlam voor engelen te geven. Hij is niet voor engelen gestorven. Nee, volgens Hebreeën 1 vers 14 zijn engelen dienende geesten. En geesten hebben geen vlees en bloed. De Heer Jezus hoefde geen mens, geen vlees en bloed te worden voor de engelen. Sterker nog, engelen hebben geen weet van de zaligheid. Petrus zegt, wanneer hij over de heerlijkheid van het evangelie spreekt, dat engelen begeerig zijn, letterlijk zegt hij, engelen die buigen zich voorover. Ze buigen zich voorover, ze verdiepen zich erin, maar ze hebben er geen deel aan. Want werkelijk engelen neemt hij niet aan. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Zie je dat er gesproken wordt over het nageslacht van Abraham? Je zou er zomaar overheen lezen, maar het is in eerste instantie voor het nageslacht van Abraham, de lichamelijke nakomelingen van Abraham, dat de Heer Jezus Christus gekomen is. Dat de Heer Jezus Christus mens geworden is. Het evangelie is eerst voor de Jood. De lichamelijke nakomelingen van Abraham, pas dan voor de Griek. Hij is op de eerste plaats gekomen voor het nageslacht van Abraham. Je moet maar bedenken dat de Joodse gelovige geadresseerden dat heel letterlijk genomen hebben. Dat is ook wat de engel Gabriel zei tegen de maagd Maria. U zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk, Israël, zalig maken van hun zonde. De Zoon van God is mens geworden. Allereerst om Israël aan te nemen, of zoals het letterlijk staat, om het voor Israël op te nemen. Dat staat er letterlijk. Hij neemt het op voor het lichamelijk nageslacht van Abraham. En dat staat er in de tegenwoordige tijd. Dat betekent, gemeente, dat dat niet iets is uit het verleden, dat Israël nu definitief heeft afgedaan. Nee, dat betreft zowel het heden als de toekomst. Ook vandaag neemt hij het op voor het nageslacht van Abraham. Ook vandaag neemt hij het nageslacht van Abraham aan. Daarom, gemeente, dat wij voor Israël bidden, dat wij voor de verkondiging van het evangelie in Israël bidden en onder de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob bidden. Daarom dat we dat werk ondersteunen. Want ook vandaag neemt de Heer het nageslacht van Abraham aan. Elke Jood die overtuigd van zonde, zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, wordt een geestelijke nakomeling, wat meer is, wordt een kind van de levende God. En dat wat de tegenwoordige tijd betreft, maar ook in de toekomstige tijd, zal de Heere zijn volk aannemen. Sterker nog, hij zal het voor zijn volk opnemen. Aan de Romeinen schrijft de apostel, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Ja, hij neemt het nageslacht van Abraham aan. De profeet Zacharia zegt dat wanneer de geest van de genade over hen wordt uitgestort, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht zullen aanheffen. Alle 12 stammen van hoog tot laag, mannen en vrouwen afzonderlijk, zullen een rouwklacht aanheffen, zullen
verdrietig zijn, rouwen over het feit dat ze hem afgewezen hebben. En zij zullen hem aanvaarden als de Messias. En dat sluit naadloos aan bij het apostolisch onderwijs in Romeinen, waar Paulus zegt dat wanneer de volheid van de heidenen is binnengegaan, gans Israël, en daaronder versta ik de 12 stammen, zalig zullen worden, behouden zullen worden. Hij is niet gekomen voor de engelen, gemeente. Hij is gekomen, heel bijzonder, voor Israël, het nageslacht van Abraham. Maar ook wij, gelovigen uit de heidenen, mogen tot die kring van aangenomen kinderen behoren. En als jij daar nog niet toe behoort, dan mag ik je uitnodigen vandaag om je zonde te erkennen. En ook je onmacht, dat je met lege handen mag komen naar de Heere. En hij neemt elke berouwvolle zondaar aan. Er is nog nooit een zondaar die tot hem kwam, berouwvol tot hem kwam, afgewezen. En geloof dat de Heer Jezus ook in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Dus hij is gekomen voor het nageslacht van Abraham en voor alle die op hem vertrouwen, om hen aan te nemen, om het voor hen op te nemen. En hoe doet hij dat? Hoe neemt hij je aan? Hoe neemt hij het voor je op? Hoe kan hij ons aannemen? Hoe kan hij het voor ons opnemen? Antwoord, dat doet hij door onze hoge priester te worden. Zo doet hij dat. Vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Weet je, het is alleen in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus wordt voorgesteld als de hoge priester. Alleen in de Hebreeënbrief. En dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Het is een van de hoofdthema's van deze brief. Misschien dat we deze hele brief nog eens met elkaar zullen overdenken. Het is een van de hoofdthema's van de Hebreeënbrief. Het hoogpriesterschap van Christus. Hij is niet alleen maar superieur aan de engelen, maar hij is ook in zijn hoge priesterlijk ambt superieur aan dat van Aaron en alle andere hoge priesters. En ook het offer wat hij brengt is verheven, is superieur aan alle honderdduizenden of miljoenen offers die in het Oude Testament gebracht zijn. Nu, de eerste voorwaarde. Wat is de eerste voorwaarde om hoge priester te kunnen zijn? Dat is belangrijk. De eerste voorwaarde om überhaupt hoge priester te kunnen zijn, is dat je uit de mensen gekozen wordt. Waarom? Om je bij God te kunnen vertegenwoordigen. Als je hoofdstuk 5 vers 1 leest met mij, hoofdstuk 5 vers 1... In hoofdstuk 5 vers 1 lees je een aantal kwalificaties voor de hoge priester. En de eerste die genoemd wordt is deze, hoofdstuk 5 vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Elke hoge priester wordt, wat staat er, uit de mensen genomen. Om onze hoge priester te kunnen zijn, om onze representant, vertegenwoordiger te kunnen zijn, moest de Heer Jezus aan zijn broeders, aan de mens gelijk worden. De hoge priester was in feite een middelaar die hoofdzakelijk twee dingen deed. Als eerste bracht hij de offers, de zoenoffers, en ten tweede pleitte hij namens het volk bij God. De priester vertegenwoordigt de mens bij God. De profeet spreekt namens God tot de mens, maar de priester en de hoge priester die vertegenwoordigt de mens bij God. Bidt, doet voorbeden namens de mens bij God. Hij vertegenwoordigt de mens. Wil de Heer Jezus onze hoge priester kunnen zijn, moet hij mens worden. Dat staat er ook, vers 17. Daarom moest hij, zie je dat? Dat was een goddelijk moeten.
Om ons bij God te kunnen vertegenwoordigen, moest de Heer Jezus één worden met de mensen die hij vertegenwoordigt. Hij moest één van ons worden om het voor ons te kunnen opnemen. Om een geloofwaardige priester, een geloofwaardige hoge priester en vertegenwoordiger van ons te kunnen zijn, moest hij in alles aan ons gelijk worden. En dat is wat we natuurlijk met kerst hebben herdacht en gevierd en hebben bepreekt. Het is juist vanwege die menswording dat wij een hoge priester hebben die volmaakt aan ons gelijk geworden is met alle zegeningen die daaruit voortvloeien. En drie van die zegeningen worden hier genoemd. Er staat als eerste, hij kan met onze zwakheden meevoelen. Wat geweldig. Ik heb iemand die met mij kan meevoelen. Er staat dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester is. Barmhartig. Dat betekent dat hij in onze pijn en moeite meevoelt. Denk maar aan de barmhartige Samaritaan die innerlijk meevoelt en meeleidt met die man die verwond en op sterven na dood aan de kant van de weg ligt. Die man is volkomen hulpeloos, ellendig, hulpbehoevend. Maar die barmhartige Samaritaan die voelt en kent het lijden en hij doet er wat aan. Met andere woorden, onze hemelse hoge priester voelt wat wij voelen. Hij is onze invoelende, hij is onze empathische heiland. Die helpt in onze nood. En daarbij is hij getrouw. Hij weet dat wij door Adam de stof zijn. Hij is gedachtig dat wij stof zijn. Hij is getrouw, ook al zijn wij ontrouw. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij laat je nooit vallen. Hij is een hoge priester die zich voor je inzet. In hoofdstuk 4 lezen we, wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Weet u, hij had onmogelijk met onze zwakheden kunnen meevoelen wanneer hij niet eerst volmaakt aan ons gelijk geworden was. Wanneer hij het niet eerst zelf ervaren had. Heeft wat het is om mens te zijn. En daarom dat er staat dat hij in alles aan zijn broeders gelijk geworden is. Niets van alles wat wij ervaren is hem vreemd. Om met ons te kunnen meevoelen was zijn menswording een absolute must. Kijk, als voorganger, ik ben al zo'n 30 jaar predikant, heb ik zo goed en zo kwaad als het kan meegeleefd met collega-predikanten waar het in de gemeente tot een scheuring kwam. Ik probeerde met hen mee te voelen. Ik probeerde voor te stellen hoe het is wanneer zoiets verschrikkelijks zich voordoet. En eerlijk gezegd dacht ik in de tijd dat ik het er behoorlijk goed van afbracht. Ik meende een soort van ontwikkeld empathisch vermogen te hebben. Ja, wacht even. Totdat het mijzelf overkwam, de gemeente, een deel van de gemeente scheurde en ik mij realiseerde dat ik niet had geweten hoe verwoestend, hoe verwonderd en traumatisch een dergelijk gebeuren is. Ja, dat kon ik ook niet weten. Totdat het mijzelf overkwam. Maar gemeente, de Heere Jezus Christus heeft het allemaal meegemaakt. Hij is in alle dingen, in alle opzichten, op gelijke wijze als wij verzocht. Dat is wat we hier leren. Hij is een barmhartig en getrouw hoge priester. Hij was een mens als wij, ja, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat ons lijden in geen verhouding staat tot wat hij geleden heeft. Hij weet waar wij doorheen gaan. Hij is daar geweest. Dat is misschien wel een van de grootste, de meest vertroostende zegeningen van de menswording van de Heer Jezus Christus. Wij hebben een hoge priester die barmhartig en getrouw is, die meevoelt in onze zwakheden, omdat hij in alles aan zijn broeders gelijk geworden is. Er wordt heel bijzonder gesproken over zijn broeders en je begrijpt
dat we het dan over het Joodse volk hebben. Onze Heer Jezus Christus is wat het vlees betreft uit het nageslacht van Abraham. Hij is uit het zaad van Abraham, hij is mens geworden. Dat is de eerste zegen. Als tweede zegen wordt hier genoemd dat hij onze zonde verzoent. Zie je dat in vers 17b? Om de zonde van het volk te verzoenen. En de gelovige Joodse geadresseerden van deze brief hebben bij het woord verzoening onmiddellijk aan de grote verzoendag gedacht, waarbij de hoge priester één keer in het jaar met een schaal met bloed het heilige der heiligen binnenging en zijn vingers daar indoopte en dan op het verzoendeksel dat bloed sprenkelde, waarmee voor één jaar de zonden van heel Israël werden bedekt. Let op, bedekt, niet weggenomen. Wel bedekt, die zonden werden voor het aangezicht van God weggenomen. Zodat de Heere God het niet zag, hij zag het bloed. Maar die zonden die werden niet weggenomen. Slechts voor één jaar bedekt en het volgende jaar opnieuw en het jaar daarop opnieuw. Sabine heeft dat mooi uitgelegd met die cirkel. Keer op keer op keer moest dat offer, die offers moesten gebracht worden. Keer op keer. Maar elders in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 10 vers 4, wordt klip en klaar gezegd dat het bloed van stieren en bokken onmogelijk de zonden kan wegnemen. Bedekken ja, wegnemen niet. Nu, de Heer Jezus is als mens in deze wereld gekomen om te doen wat de hoge priester in het Oude Testament op een symbolische manier gedaan heeft. Hij is gekomen als de vervulling van de grote verzoendag. Hij is gekomen om het zondoffer te brengen, om daardoor alle zonden van hem, van hen die in hem zouden geloven, weg te doen. Hij is gekomen om die zondebarrière, die scheiding maken tussen ons en de Heere God, weg te nemen en de weg naar de hemel te openen. En hij zelf is die weg. Maar niet alleen is hij als hoge priester gekomen om een volmaakt offer te brengen. Nee, hij is gekomen om zelf het offerlam te zijn. Hij is het onberispelijke, volmaakte offer dat voldoet aan Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. Hij is het volmaakte lam van God. En hij heeft zichzelf in onze plaats en voor onze zonde geofferd aan het kruis op Golgotha. En omdat het onze menselijke zonden waren, was het noodzakelijk dat daar ook een mens voor veroordeeld zou worden. En daarom dat de eeuwige Zoon van God mens geworden is. Weet je, het belang van het zoenoffer van de Heer Jezus Christus is zo dominant in de Heilige Schrift. Het is onvoorstelbaar. In het Nieuwe Testament wordt er 175 keer expliciet over de zoendood van Christus gesproken aan het kruis. 175 keer expliciet en nog veel vaker wordt er impliciet over zijn dood gesproken. Een derde deel van het evangelie naar Matthäus is gewijd aan de zoendood van de Heer Jezus Christus. In het Marcus-evangelie is dat zelfs meer dan een derde. Bij Lucas is het meer dan een kwart. En bij Johannes, in het Johannes-evangelie, is meer dan een derde gewijd. Gemiddeld zou je kunnen zeggen, iets meer dan een derde in de vier evangelieën is gewijd aan de zoendood van Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding is de boodschap die voor alles verkondigd moet worden. Paulus zegt, want ik heb u ten eerste, voordat ik ergens anders over begon, op de eerste plaats, voor al het andere, overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Wat is het? 1. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. 2. Dat hij begraven is. En 3. Dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. De Heer Jezus Christus heeft plaatsvervangend de straf voor onze wetsovertreding gedragen als vervanger voor zijn volk en voor alle die bestemd zijn ten eeuwige leven. Dit is heel in het korte Bijbelse leer van de verzoening. Er is een heilige, rechtvaardige en een goede wet. Het is de neerslag van het heilige wezen van God. En wij allemaal, geen mens uitgezonderd, hebben die wet overtreden en zijn des doods schuldig.
De rechtvaardige strafeis van de wet is de dood. Maar Christus, Jezus, heeft die straf in onze plaats en voor onze zonde gedragen. Dat is de essentie, het belang van de menswording. Daarom dat de Heer Jezus geboren is, om onze hoge priester te zijn, om zijn leven voor ons te geven. U voelt wel dat de menswording, het kerstfeest, een uitermate belangrijk feest is. Nu, als barmhartig en getrouw hoge priester voelt hij met onze zwakheden mee. En als hoge priester heeft hij zichzelf geofferd, heeft hij ons verzoend met God. Mijn laatste punt. Hij helpt ons in onze verzoekingen. Hij helpt ons in onze verzoekingen. Het laatste punt, vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Weet je, als je op zoek bent naar iemand die je kan helpen om de verzoekingen en de verleidingen te weerstaan, dan heb je doorgaans het meest aan een ervaringsdeskundige. Iemand die weet wat het is om dat soort verleidingen, dat soort verzoekingen te hebben. In de hulpverlening aan alcohol en drugs en porno en seksverslaafden en gokverslaafden wordt effectief gebruik gemaakt van mannen en vrouwen die daar zelf doorheen gegaan zijn. Ervaringsdeskundigen, mensen die weten wat het is. Ze kennen de strijd en ze kennen de overwinning. Ze zijn er doorheen gegaan. Gemeente, onze hoge priester is er eveneens doorheen gegaan. Elke zuigende verzoeking die jij kent, die kent hij ook. Hij weet wat het is. De woestijn van de verzoeking spreekt wat dat betreft boekdelen. Hij is dé ervaringsdeskundige bij uitstek. Hij weet wat het is. Hij weet van de begeerte van het vlees. Als u Gods zoon bent, maak dan van deze stenen brood en zijn lichaam hongerde naar brood. Hij weet van de begeerte van de ogen. Al de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid zal ik je geven. Oh, je hoeft slechts voor mij te aanbidden. Hij weet van de begeerte van de ogen. En hij weet van de hoogmoed van het leven. Werp u zelf dan naar beneden. De engelen zullen komen en die zullen je op de handen dragen. Hij kent de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Hij is verzocht en verleid, maar op geen enkel moment heeft hij daaraan toegegeven. Maar hij weet het uit eigen ervaring. Die woestijn van de verzoeking, dat was maar geen poppenkast. Een doen alsof van Christus kon toch niet zondigen. Iets voor de bühne. Nee, hij werd echt verzocht. Hij heeft die zuigende kracht van de verleiding en de verzoeking ervaren. En mocht je daar nog aan twijfelen, dan wijs ik je op zijn strijd in de hof van Gethsemane, waar hij bedroefd en beangst werd. Waar zijn zweet als druppels bloed werden en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij kende die doodsangst als geen ander. Maar hij heeft niet toegegeven aan die angst. Omdat hij zowel God als mens is, heeft hij niet aan de verleiding toegegeven. Kijk, de Heer Jezus is één persoon met twee naturen. Hij had een menselijke natuur en hij had een goddelijke natuur. In zijn menselijke natuur kon hij zondigen. Hij is door alle verleidingen, verzoekingen en angsten heen gegaan, waar ook wij doorheen gaan. Maar hij is op geen enkele manier ontzien. Geen verleiding of verzoeking is hem bespaard gebleven. Dus je staat nooit alleen in die verzoeking. Je staat nooit alleen in die verleiding. Hij weet wat het is. Het feit dat hij in zijn goddelijke natuur niet kon zondigen, doet niets af aan het feit dat hij in zijn menselijke natuur de verzoeking heeft weerstaan. Hij heeft de volle impact van de zuigkracht ervaren. Maar hij is er niet op ingegaan, zodat hij ons tot voorbeeld is en ons in onze zwakheden kan helpen.
Gemeente, je kunt hoofdstuk 2 eigenlijk niet afsluiten zonder hoofdstuk 3 vers 1 te lezen. Want daar leidt het eigenlijk allemaal toe. Dat hele hoofdstuk is eigenlijk leidt naar dat eerste vers van hoofdstuk 3. Daar staat, daarom, omdat al het voorgaande waar is, hij onze hoge priester is. Omdat hij door alles heen is gegaan waar wij doorheen gaan. Omdat hij ons verzoend heeft. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Met andere woorden, let op hem, richt je op hem, geef de volle aandacht aan hem, richt je gedachten op hem, laat je oog, oor, gedachten en hart gericht zijn op Jezus. Weet u, als je een worst vlak voor een hond op de grond legt en zegt af, af, en hij weet dat hij het niet mag hebben, zal hij doorgaans van die worst wegkijken en op zijn baarsje kijken. Hij weet instinctief dat de verleiding anders te groot is. Dus kijkt hij naar zijn baarsje, ja, totdat hij toestemming krijgt. Nou, het is misschien niet zo complimenteus, maar sommigen van ons kunnen daar nog wat van leren. Wij zijn maar geneigd om naar de verleiding te blijven kijken. En wij vragen ons verwonderd af, waarom ga ik er iedere keer voor door de knieën? Waarom? Gemeente, richt je aandacht op Jezus. Richt je met alles wat in je is op hem, onze grote hoge priester en meester. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Laten wij te alle tijden, maar heel bijzonder, aan het begin van dit nieuwe jaar, ons voornemen om enkel en alleen onze aandacht te richten op Jezus. Maar vergeet niet, als een rode draad door dit Bijbelboek, door deze eerste hoofdstukken, is het gegeven van het lijden en sterven van Christus. Daarom dat hij mens geworden is. En hij heeft door zijn dood volkomen genoegdoening gedaan aan het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij stierf. Maar ook is hij ten derde dagen opgestaan uit de doden. En omdat hij over de dood heeft getriomfeerd. Daarom dat hij ons zijn leven kan geven. En dat is eeuwig leven. Erken dat je een redder nodig hebt. Erken dat je een zondaar bent. Erken dat je vergeving nodig hebt. En stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Open je hart voor hem. En kom tot hem. Geef hem de plaats in je hart die hem in der tijd in Bethlehem is geweigerd. Gemeente, wij hebben een hoge priester. Dat is genoeg. Punt uit. Amen. Laat ons samen bidden. Wij zeggen u dank, Heere, dat we deze ochtend mochten nadenken over dat geweldige thema, dat wij een hoge priester hebben, die in alle dingen met ons kan meevoelen. Een hoge priester die volmaakt aan ons gelijk geworden is. Die zichzelf voor ons geofferd heeft aan het kruis op Golgotha. En wanneer wij nu, Heere, met elkaar het brood willen breken, uit de beker willen drinken, bidden wij u dat deze heerlijke waarheid bij vernieuwing met kracht ons leven opnieuw zal oriënteren op Jezus. Dat we voor hem leven en voor niets en niemand anders. Wij vragen u dat uit genade en in Jezus' naam. Amen.